Stel, je zit in een bijstand en het lukt je niet om werk te vinden, maar je bent wel ergens goed in. Bijvoorbeeld in koken, tekenen of websites bouwen. Wij gaan vandaag een kijkje nemen bij de sociale coöperatie in Harderberg. Welkom bij Together in Company. Dat is een sociale coöperatie. Wij werken met mensen uit de bijstand. We hebben ook een aantal mensen vanuit het UWV. De ambitie is om deze mensen een volwaardig deelname aan de samenleving te geven. En het uitgangspunt is dat mensen gewoon werken aan hun eigen droom. Dus ze starten met hun eigen droom en wij proberen in de begeleiding te kijken of de droom kunnen omzetten naar een eigen bedrijf. Zodat ze kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden. Ik heb begrepen dat je een bedrijfje hebt waarin je je eigen kleding maakt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja hoor, ik heb een bedrijf in Eske. Ik maak kleding van verschillende natuurlijke materialen, zoals zijde, katoen, linnen en ook wol van verschillende dieren. Ik heb heel veel ontspanning van kleding maken. Ik doe dat met handen bij televisie. Dat is altijd zo gezellig en ik kan veel projecten realiseren. Dus je haalt er echt plezier uit? Ja, ik heb heel veel plezier en ik kan maken wat ik wil. Nou, ik ben eigenlijk nog net begonnen bij de coöperatie, net 6 weken. Dus ik ben heel erg aan het oriënteren of ik een eigen bedrijf kan gaan beginnen. En ik heb wat opleidingen gedaan als voedingsdeskundige. En daar wil ik eigenlijk heel graag wat mee doen. En ja, dit geeft mij nu de kans om daadwerkelijk ook met hulp te kijken of het wat voor mij is. Ik heb in het verleden 2 keer een burn-out gehad. En ik loop gewoon met dingen dat ik dingen te snel en te onoverzichtelijk beetpak. Dus ik hoop hier de begeleiding te krijgen om te kijken of het wat voor mij is als zelfstandige. Bedrijf opgericht, dat heet Opriflower. En we doen in zijdebloemen en planten. En met name bloemziekunst en de verkoop van kunstplanten. Als ik nu niet in contact was gekomen met de coöperatie, dan zat ik thuis. Dat is toch meer geïsoleerd, zeg maar. En hoe ben je in contact gekomen met het project? Met de coöperatie, zeg maar. Ik kreeg een brief van de gemeente. En ik heb het toch gezien als kans. Ja, want wat betekent deze kans dan voor je? Mogelijkheden met netwerken en alles. En doet je als mens heel goed. Harderberg is de eerste Overijsselse gemeente met een sociale coöperatie. Goed voorbeeld doet volgen.